In 1998 hebben we besloten het bedrijf een jaar lang te filmen. Het bedrijf was gelegen aan de Voordijk en de polders rond Barendrecht. Het bestond gedeeltelijk uit akkerbouw en gedeeltelijk uit fruitteelt. Hier zijn we aan de aardappelpoten aan de Middeldijk, vlakbij de huidige Kennisse Veste. We rijden hier ongeveer op het Middeldijkerplein en in de verte is de Voordijk zichtbaar. Hier zien we het fruitteeltbedrijf vanaf de Voordijk ter hoogte van de Spitshoekse baan. Het was altijd een schitterend gezicht als de boomgaard in bloei stond. En daarom werden rond die tijd de plukkers uitgenodigd om in de boomgaard te komen kijken. De plukkers waren grotendeels huisvrouwen en gepensioneerden die het leuk vonden om het bij te verdienen in de boomgaard. Mijn vader vond het prachtig als de mensen in de boomgaard kwamen kijken en kon er ook 100 uit vertellen wat er allemaal in de boomgaard moest gebeuren. Dit jaar, of de afgelopen jaren, is dit huis gebeurd. Een jaar goud bloeien. Ieder jaar was er in de valkentoren in de boomgaard een nest met jonge valken. Het was altijd een schitterend gezicht als deze de eerste vliegles kregen. Hier staan we ongeveer ter hoogte van de uitgang van het huidige sportpark Spitshoek. Links zien we de A15 en in de verte zelfs nog een stukje van de A29. De graanoogst aan de Middeldijk, waar loonwerker Jan van der Linden is ingehuurd om met zijn kombijn het graan te oogsten. Het fruit is bijna rijp en de voorbereidingen voor de oogst worden getroffen. Dat fruit werd in juli al verkocht, maar wij moesten er wel voor zorgen dat het netjes geoogst werd in de grote 300 kilo kisten, die tijdens de oogst iedere avond door de fruitkoper uit de Betuwe opgehaald werden. De oogst gebeurde in pluktreintjes, voor die tijd een zeer modern systeem. De plukkers konden de appelen direct in de kisten leggen en eventueel klasse 2 fruit in de kleine kistjes die aan de grote kisten hingen. Als het treintje vol was, ging het naar voren waar die gelost werd en inmiddels was er een treintje aangesloten met lege kisten, zodat de plukkers gewoon door konden plukken. Links zien we een stukje van de kas van de familie Drogendijk, waar paprika's geteeld werden. En op de achtergrond de voervereniging Smitshoek. In de keet werd altijd koffie gedronken. Het was altijd een gezellige boel. Meestal had er wel iemand wat lekkers meegenomen voor iedereen. En de hond wilde er altijd van meegenieten. Helaas hadden we dit jaar een hele natte herfst.
Maar normaal gesproken konden we ook heerlijk in het zonnetje staan te plukken. Eind oktober is de laatste oogst van de jonagold en zit het seizoen er weer op. Het fruit is van de bomen. Volgend jaar zal de laatste oogst zijn, want de bouw van het Kanisserlande is inmiddels gestart. Desondanks is mijn vader weer druk aan het snoeien, want ondanks dat het het laatste jaar zal zijn, moet de boomgaard er perfect bij liggen en volgend jaar weer een goede oogst hebben. Ondanks het feit dat het boerenbedrijf veel seizoenswerk heeft, ziet u hier dat ook in de rest van het jaar er hard gewerkt moet worden. Na de snoei werd het snoeihard versnipperd door deze machine. Het stil leven. Ja. Kijk, dat is nou onze wintersportvakantie. Heerlijk, toch? Ja, daarom. Het snoeihard dat nog onder de bomen lag, werd met deze strokenpoetser naar het midden geveegd, zodat dit ook versnipperd kon worden. Mei 1999. De boomgaard staat weer in bloei. Altijd weer een spannende tijd vanwege de nachtvorst die veel schade kan toebrengen. Ter bestrijding van ziekten en plagen moest er natuurlijk ook gespoten worden. Dit gebeurde met een moderne spuit, zodat er zo min mogelijk middel in de natuur kwam. Hier werp ik nog een laatste blik op onze boomgaard, die uiteindelijk veranderd zal worden in Sportpark Smitshoek.